dat smaakt wel, hè? Ik heb ook TikTok. Nu als account. Zeg gewoon Lumon. Ka-ching, ka-ching. Oh, er zijn nog meer. Is dit hem geworden, jongen? Buiten. Ha! Een lekker bloemetje. Waar? Kijk, is het water weg? Het werkt altijd. Weg. Wat? Al bijna een minuut. Zo, een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jawel, goedemorgen. Het is woensdagmorgen. Luxie ligt aan de gymnastiek op de grond. En Luan en Lucille gaan zo meteen naar gym. Goedemorgen. En we zitten lekker te ontbijten. Wordt weer een leuke dag, hè? Dus dan kijken we gezellig weer. Nee. Wij zijn hier weer aangekomen bij Bellinga TV. Kantoor, het is niet echt ons kantoor, maar het is van Yilmaz, zeg maar. En hier zit papa weer, we zijn de eerste vanochtend. Ja. En we gaan hier hele leuke plannetjes uitwerken, die Daan en ik weer hebben opgedaan. Yes. Voor jullie, wat gaat komen deze zomer? Mogen we er wat over vertellen? We houden het weer spannend, jongen. Er komen weer hele echt leuke dingetjes aan. Sowieso de meet and greet op 12 april bij Invites bij Attractiepark Slagharen. Dat was heel cool worden. Dat was heel erg leuk. Waar we ons wel in gewoon een steentje weer gaan bouwen. Ja, meet and greet. De hele setting, zoals jullie kennen van de Tina, meet and greet. En een Q&A op het podium. Ja. En we gaan daar ook optreden. Heel spannend. Ja. Dus heel veel dingen. Ja. Maar te veel mogen we nog niet verklappen. Nee. Oh, wij gaan even aan het werk. Nee. Zo, en na een ochtendje brainstormen op een Bellinga TV-team, gaan wij natuurlijk even lekker visie halen. Gelukkig is hij er. Volgens mij staat de pan net aan. Nou, we gaan eens even kijken, Luxie. Zijn we er? Nee, Nico! Ik ben er maar twee. Wat leuk dat jullie er zijn. Alles goed, Nico? Ja, fantastisch. We kwamen van het Lekker uitgezond. Het is weer tijd. Mogen wij een zak familie kippen? Ja, 100%. Huh? Wat leuk! Wij zijn weer thuis. We hebben een lekker kibbelingetje meegenomen. Oh, wil jij hem dragen? Ja. Ja? Hou goed vast, hè? Nico heeft weer een lekkere volle zak gegeven. Goed zo! Ja! Een lekker visie hier, Luxie. Zo! Nou, goed zo, Luxie. Kijk eens, vrolijke hondjes. Daar zijn ze weer! Nee, niet het kleedje, Boesel, niet het kleedje. Pippi, daar is ze weer. Yes. Ja. Ja, jullie ruiken lekker visjes en dat is niet voor de hondjes. Niet voor de hondjes, hè? Boesel doet nu zo druk. Boesel is dat zo druk. Boesel, ik kan je helemaal niet filmen, je bent veel te druk. Ja, een zoute vader, hè? We zijn nog een klein beetje te vroeg om de kinderen op te halen van school. Het is vandaag wel woensdagmiddag, dus ze zijn wel zo vrij van school. Maar we eten alvast een paar kibbelingetjes en bewaren die andere zakken voor als we straks ook thuis komen. Want wij kunnen de verleiding niet verstaan om bij deze zakken weg te zetten. En het is nu nog lekker warm. Dan doen we die andere straks weer opwarmen. Ik zie hem in de tafel. Ja, lekker, lekker. Luxie. Luxie, visie. Luxie, visie in het thuisje. Kijk eens. Oh, 1, 2. Ja, Pop zit naast jou, hè. Ja, Pop zit naast jou. Laten we Pop zijn, maar Lux. Hup. Kijk eens, zit maar lekker visie. Meid, dat is lekker. Dat is een lekker visie. Luan en Lucilla die zijn weer thuis van school. En sowieso altijd de handen wassen. Want de coronavirus die wordt steeds groter. Ja, dus we doen heel veel handen wassen. Dus de kraan er weer uit, schatje. Zo, Luan ook even de handen wassen. Voordat jullie de kibbeling gaan eten, want we hebben weer een lekker kibbelingetje meegenomen. Mm-hmm. Kijk, staat hier weer op de tafel. Mm-hmm. Lekker, lekker. Een lekker visie, hè? Dat smaakt wel, hè? Ja. Was het leuk op school? Ja. Ik zie dat je weer hele mooie tekeningetjes hebt gemaakt. Verliefd. De verliefde prins en prinses. Heb je die gemaakt, Sil? Ja, maar ik ben nog niet klaar in maken. Oh, mooi, liefie. Ik zit hier naast Luan op de bank. En wat Luan echt al een hele tijd vraagt, is... Mag ik TikTok? Mag ik TikTok? Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat... zelf houden wij YouTube bij en Instagram natuurlijk, wat ik zelf allemaal bijhoud, dat beheer ik allemaal zelf. En dat is best wel een dingetje om dat gewoon goed bij te houden. Maar ik ben meer fan wel Instagram... Wel YouTube, maar Spotify en TikTok en Instagram, dat is toch
Dat vind je nog wel leuker. Ja. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, ik hoef geen TikTok. En ja, ik weet niet, misschien is het een beetje voor mij voorbij mijn leeftijd, zeg maar. Ja, maar voor mij niet. Maar Luan zegt, ja, dat zegt hij dus. Ik zeg, jongen, mama is een beetje te oud voor. Maar hij zegt, ja, maar ik toch niet. Ja, maar jij bent er weer een beetje te jong voor. Ja, maar mijn kinderen in de klas die hebben ook TikTok. Die zijn ook nog maar 7 of 6. Nou, ja, dus dat zeg ik dan. Ik zeg, in jouw klas zitten ook kinderen in jouw klas die al TikTok hebben. Mm-hmm. Maar hebben ze ook een eigen account? Nee, dat niet. Maar ze doen wel er TikTok-dansjes op. Doen hun TikTok-dansjes? Ja. Maar hoe kun je op TikTok zitten dan als je geen account hebt of wat dan ook? Ik snap dat. Hebben ze oudere broers of zussen? Ja. Hebben ze daar TikTok van? Ja. Misschien wel. Nou, kijk, dat was dus een beetje het issue van Luan en mij. We zaten hier een hele tijd over te praten. En nu ik heb het best wel lang afgehouden. Maar iedere keer begon hij weer over. En iedere keer kwam hij thuis met allemaal TikTok-dansjes die hij aan het doen was. En Lucilla, idem dito, die komt ook thuis met TikTok-dansjes. Nu zit hij hier. Ja, sorry, ik zit even op Spotify. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik... ik weet wel een beetje hoe de YouTube-wereld zit en hoe de Instagram-wereld zit, maar ik weet helemaal niks van TikTok. Laat ik er even induiken. Oh. Ik heb voor jou een account gemaakt. En ik heb TikTok gedownload. TikTok-account? Een account. Voor mij. Ik heb het gedownload op de telefoon. Ja, maar ik ben nog niet klaar met praten. Oh. Het is nu niet zozeer de bedoeling dat we... Nee. Luister, dit is wat mama gaat zeggen. Ik heb dus een beetje verdiept in het TikTok gebeuren en ik heb een account aangemaakt, maar wel helemaal met allemaal safe knopjes, zeg maar. Dus ik heb, je kunt daar aan de achterkant, kun je als ouder zijn, dan kan je dingen instellen waardoor het wat veiliger is en zo, zeg maar. Ja, dus dat heb ik bij jou, dat heb ik bij jou ingesteld. Oh, papa. Ja. En we gaan... Alleen als ik alleen maar TikTok-dansjes kan. Oh, dat is het enige wat ik wil. Dat is het enige wat jij wil. Yes, ja, schatje. Papa. Oh, papa. Luxie staat hier met papa. Papa, wil je naar papa? Ja. Papa zal de honden uitlaten. Wil je ook de hondjes uitlaten? Omdat ik me dus wel een beetje wil verdiepen in zijn wereld. Want blijkbaar is het toch de jeugd van tegenwoordig. Is toch een beetje helemaal into de TikTok. En ik snap er helemaal geen bal van. Ik heb geen idee wat het allemaal inhoudt. Geen idee hoe die dansjes en alles moeten. Geen idee hoe je überhaupt video's moet maken. Maar goed, laat ik dan toch een soort van als moeder zijnde in jouw wereld stappen. En eens kijken wat het dan precies is en inhoudt en hoe het eruit ziet. En dan kunnen wij samen gaan kijken wat er op TikTok een beetje te beleven valt. Vind je dat een goed idee? Wij zijn even naar Luan's kamer verhuisd. Want hier wil hij kijken of hij hier ergens een TikTok kan opnemen. Maar we gaan eerst even kijken naar het account wat ik voor jou heb aangemaakt. Kijk, hier hebben we mijn telefoon. Dus trouwens mijn telefoon. Luan heeft nog geen eigen telefoon. Ja, ik heb er wel één, maar die is heel erg traag. Ja, dat is een oude iPhone van Daniel waar geen simkaartje in zit. En geen apps of zit of zo op ja, zitten. Maar mam, als 9 of 10 ben, dan krijg ik wel een eigen iPhone. Oh, ja, dat heb je met papa besproken, maar... Ja. Ja, dat Want duurt gelukkig nog even. Ik spaar voor een iPhone. Hè? Hij spaart voor een iPhone. Ik spaar voor boxen. Ik spaar voor iPhones en nog veel meer. Maar die weet ik niet allemaal meer in mijn hoofd. Nee. Nou jongen, dan ben je al goed op weg. Want het is heel veel sparen voor een iPhone. Maar goed, hier hebben we dus mama's iPhone. En kijk, dat is dus het TikTok-icoontje. Dat. En als we daarop tikken, dan krijgen we hier een Luan's account. Ja. Dit is dus Luan's account. Als jullie iets willen volgen, dan kun je dit account volgen. Dat is dus het account van Luan. Ik zeg het even duidelijk, omdat... doe je nou een duim omhoog? Of nee, omlaag? Een duim omlaag. Weet je waarom? Nou. Want ik wijs naar mezelf, maar dan anders. Maar dan moet je wijzen met je vinger. Dan zie je een duim omlaag naar jezelf. Ja. Ja, Luan. Ja, even voor degene die Luan willen volgen. Er zijn natuurlijk ook best wel veel fanaccounts. Ik weet het niet eigenlijk, maar op Instagram zijn er heel veel fanaccounts. Misschien is dat ook zo op TikTok. Geen idee, want wij zitten niet op TikTok. Maar mocht dat zo zijn, zet even bij je Instagram-account wel duidelijk bij dat het een fanaccount is. En als je het wil volgen, kijk dan even of het een fanaccount is of dat het echt onze account is. Dit is dus echt ons account en al die andere accounts zijn dus waarschijnlijk fanaccounts. Ja. Maar goed, dat gezegd te hebben. Ik heb dit dus al voor Luan ingevuld. Yes. De profielgebeuren en zo, zeg maar. En ik heb ook even gekeken dat ik bepaalde instellingen kan doen aan de achterkant van het account van Luan. Zodat ik wel weet dat het een soort van proof is, zeg maar. Zo krijg jij geen hele heftige video's te zien. Maar er zit een filter overheen. Waar wijs je dat je hier een TikTok kan opnemen.
Dit is een filter overheen dat hij geen hele rare TikToks kan bekijken. Zo zeg maar, een soort kinderfilter of zo is dat. En er zit ook een tijdsklok op, dat je niet langer dan zoveel minuten erop kan. En nou ja, nou, dat soort dingen zitten erop. Dus die heb ik wel echt even ingesteld voor hem, omdat hij natuurlijk mijn kind is. En ik wel gewoon wil verantwoordelijk om er te gaan. Ja, ik ben wel nog wel 7. Je bent nog wel 7, daarom jongen. Kijk, daar staat dus een pijltje van neem hier je eerste TikTok op. En dat gaan we nu dus doen. Oh. Maar ik heb geen idee hoe dit moet. Echt geen idee. Dus ik hoop dat jij het een beetje weet. En anders gaan we gewoon maar een beetje zien. Zullen we gewoon opdrukken? Nou, tik er maar op. Ik durf tik, niet. Ja, tik maar op. Oh, je moet er op een plusje tikken. Plusje. Kijk, dan zie je ons. Yo, maar welk liedje dan? Ik weet het niet. Kijk, hier kun je... Oh ja, jullie kunnen het natuurlijk niet zien. Maar kijk, dit is nu wat wij zien. En hier kan je denk ik opnemen. En je kan smiley dingetjes opdoen of zo. Je kunt ook dus de video moet je dus echt bewerken muziek, in de app. Muziek. Ah, geluid. Ja, nou. Mooi. Wat wil je gaan kiezen? Ja, ik weet niet hoe ze aan duimpje omhoog komen. Oh, kijk. Man, zoek. Ja, duimpje omhoog. Hij staat duimpje omhoog. Maar ik weet niet of... Oh, nou. Nee. Nou, nee. Dat wist helemaal niet. Zet gewoon Lumon ja, Jolietje staat hier gewoon in. Je bent zo erg bekend op TikTok. Zeggen ze dat op school? Ja. Zeggen ze dat echt op school? Ja. Ben je bekend op TikTok? Ja. En je hebt niet eens een TikTok-account? Nee. Ja, nu dan wel. Wat grappig. Oké. Die hebben we nu. En dan zo komt er een veetje bij. Maar wat moeten we daarmee doen dan? En nu? Oké. Komt hier nu een muziekje mee? Ja. Ja. Horen we nu wat? Wat? Je zit een lezard. Oké, we gaan nou een TikTok opnemen. Ik vind het zo eng. Waarom vind je dat eng? Oh, want dit is namelijk de eerste keer. Ja, wat gaan we doen? Dan doe maar een duimpje omhoog. Nee, ik druk gewoon op het knopje. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar mam. Ja? Oké. 1, 2, 3. Creditcard. Een stuk of 5. Oh. En zelfs een spekgoedkassa bij. Ka-ching. Voor pixels, Ronnie. En los. Terugkijken. Oh, wacht, het balkje is nog niet helemaal vol. Maar moet je op mijn Insta kijken? Op jouw Insta? Nee, nee op jouw die account. Jij hebt, nee, wacht even, wacht, nee, wacht even. Ik moet nu even kijken. Hoe gaan we het nou doen? Inkorten. Timer inkorten. Waarom timer inkorten? Timer. Beginnen met aftellen. Oh, nou, we gaan die aftellen. Ik weet niet wat we gaan doen, maar goed. Hey! Maar deze is toch niet zo mooi hoor? Als we er iets een stuk of van 30 of 10 hebben. Ka-ching! Zo grappig, hè? Mam! Oké, en nu, wacht even. En nu, wat moeten we nu doen dan? Oh, je kunt de tekst bij doen. En effecten. Effecten? Effecten. Oh, wat ga je doen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, effecten. Effecten. Oh! Ik weet het. Wat zijn effecten dan? Geen idee. Wat zijn die effecten dan? Oh! Die effecten? Oké, maar ik druk erop. Ja. Hé? Hey, dat is vet gek. Hey. Wat is dat? Oh, dat is dus zo'n sticker ding. Oh, dit is inzoomen. Ah, dat is zo. Wauw, dit is mooi. Ja? Vind je dit leuk? En dit? Oh, helemaal rode... Oh, gezicht. En dit? Dit is grappig. Oh. Nu man. Je hoofd. Wow, deze is cool. Ja, ja, deze. Ja, leuk? Deze. Wow, net dat er echt disco is. Oké, nou, gaan we even verder. Gaan we even verder opslaan. En dan? Ja, hij ziet er echt heel leuk uit. Zullen we ook nog tekst bijvoegen? Tekst? Ja, dan gaan we even... Oh. Zeg maar... De allereerste TikTok. Allereerste TikTok. Die doen we. Dit is dus de tekst die we erbij gaan zetten. Maar okay, die doen dan we dan het daar. En dan moet je hier zo neerzetten. Ah. Zo. Ik kan het heel leuk. Oké. Over ons hoofd? Nee. Hey. Waar ga je hem neerzetten, jongen? Daar? Oké. Zo ziet hij eruit. Dit is dus onze eerste
TikTok geworden. En jij deed zo. En ja, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik denk, wat gebeurt er nou? Nou, dan post het maar. Gelijk. Mag je op dat rode knopje drukken? En dan? Wat? Oh, dan moet je er iets bij typen. Wat wil je erbij typen? Onze allereerste TikTok. Ons? Zal ik het even typen voor jou? Nee, duimpje omhoog. Duimpje. Ga je het zelf typen? We hebben er ook even een leuk tekstje bij getypt. Bedacht door Luan zelf. En de hashtag duimpje omhoog. En ik zie ook dat de hashtag duimpje omhoog al heel veel gebruikt is. Al bijna 19.000 keer is het de hashtag duimpje omhoog gebruikt. Maar grappig. Leuk. Zie je? Zie je hoeveel? Zie je? Wat? Zie je? Maar hoeveel die is gebruikt dat ik bekend ben? Op TikTok. Terwijl dat ik nog helemaal geen account heb. Nee, is toch cool? Ja, is dat cool, jongen. Nou, cool. Zullen we er maar plaatsen? Kijk, hier staat een knopje. Ja, zet hem op mijn account. Wil jij hem zelf plaatsen, jongen? Hoppa. Wat staat er? Tips. Je account is openbaar. Ja, dat weet ik. En iedereen kan je video's zien. Ga naar privé-instellingen en maak een app privé. Nou, dat hoeft niet. Plaatsen. Oh, wat is dit? Oh, dit is een soort tijdlijn. Kijk, dit is een soort tijdlijn waar je dan kan scrollen. Maar als je naar ik doe, hier, daar, dat poppetje, dat ben jij. Nou moet hij hier... Ja. Kijk hem dan, gaan. Kijk. Oh ja. Geüpload. Kun je delen op Instagram. Wow. Wat grappig. Nou, die eerste TikTok, ik heb geen idee of mensen hem zien, maar dat maakt nu al niet zoveel uit, jongen. Nee, ze zien hem hoor. Ja? Zullen we nog geen doen? Kom. Nu al weet je er nog geen. Oké, nou, wil je er zelf een maken dan? Helemaal zelf? Wat moet ik... Oh, welk liedje? Even... Oké, en nu? Oké, en nu? Oké. Nee. Heb je een filter gevonden? En dan gaat hij een filter erop zetten, hè? Zoiets. Ja, 25. Zie je 25 goed? Ik vind hem prachtig, jongen. Cool. Vind het cool? Jongensachtig. Ik wil niet van die regenboogjes. Oké. Okay. Nou, ja, toch prullenbak. Oké, okay, in de prullenbak. Een andere. Sticker. Een sticker. Je kunt ook een emotie doen, hè? Kijk, als je daarop klikt, krijg je emoties. Dus misschien ook die andere. Emotie. Ja, dat zijn emoties. Kijk, dat is veel leuker. Nee, ik... Hey! Zullen we even naar het speeltuintje gaan? Misschien kan je daar ook een TikTok opnemen. TikTok? Hey, kan je buiten een TikTok opnemen? Ik heb TikTok! Welke wil je? Welke emotie vind je bij mij TikTok passen? Leuk. Maar die wel bij mijn filmpje past, hè? Wow, er zijn nog meer. Welk? Maar wel een jongensplaatje, hè? Die bikini is een beetje raar, hè? Ja, heel raar. Het is een bril. Maar het is toch geen... Een stoer plaatje. Is dit hem geworden, jongen? Ja. Oké, nou, dan druk maar op het rode knopje. Yay. Ja, en dan, je hoeft er niet echt tekst bij te typen, hoor. Nee. Doe maar gewoon naar posten. Zo. En dan ga je naar je eigen account. Dat? Ja, kijk, dus het radertje die hem erop zetten. En dan nu staat hij erop. En dit is hem. Yay! Ja, je tweede TikTok. Yay! Nou, schoenen aan en dan gaan we lekker naar buiten, goed? Even op mijn Insta-ding. Ah, kijk, en dan zie je haar. Ja, hier zie je draaien. Liedje. Grappig, hè? Ja, en mam, hoe zie ik dat hij op mijn dingen komt? En als je dan op jouw account wil kijken, moet je op dat poppetje drukken. Ja. Yay! Dan heb je er twee opstaan. Hartstikke leuk, jongen. En ik ga zeker nog meer. Nou, wij gaan nu even lekker naar... Buiten. Was je lekker buiten spelen, Sil? Aha! Aha! Silla heeft de zadel iets hoger, papa iets hoger gezet. Dan kan je wel beter fietsen, hè? Ja, beter. Ja. Ik zou zitten. Je bent groot geworden. Je hebt lange benen. Ja. Luxie is ook lekker buiten aan het spelen. Papa. Het zonnetje schijnt tussen de regenbuikjes door. Dus we gaan even lekker met z'n allen de honden uitlaten. En even lekker naar het speeltuintje toe. Luan die heeft de step mee. En Lucilla de fiets.
Zo, wij zijn hier in de speeltuin beland. En wat zegt Luan? Mam, mag ik een TikTok maken? Met Luxie. Met Luxie. Nou, ze hebben een dansje uitgezocht. Kijk. Maar je moet hem wel recht houden, denk ik. Ify. Volgens mij is TikTok zo. Ja. Ah, Luxie. Oh my. Ja, oké. Ik heb het gedaan. Leuke Luxie. Laat eens aan Luxie zien, dat stukje. Luxie, kijk eens. Kijk eens, Luxie. Leuke Lux. Ik weet niet of ik het kan zien. Wacht even. Wap, wip, wap. Je bent Luan op de wipwap, hè? Wip, wap, ja. Nu was het heel hoog in de lucht, hè, jongen? Ja. Ja. Oeh. Kijk eens, daar komt hij, daar komt hij. Ja. Oeh. Een lekker bloemetje. Zie je het, Luxie? Ja. Krijgt het schaap een bloemetje? Hé, hey, hallo. Wil je ook even in de vlog? Hallo, meneer Schaap. Welkom in de vlog. Ja. Een lekker bloemetje. Ja. Wil je ook... Oh, Luxie wil ook een bloemetje geven. Nee, wil mama doen? Ja. Kijk eens. Een lekker bloemetje. Schaap. Ja! Ja, Luxie! Goed zo! Nou, dat gaat het schaap wel leuk zo gevoerd worden. Hoef je het zelf niet te plukken, hè? Hoef je het zelf niet te plukken, ja. Hier even duidelijk. Ja, ik zie het. Heel veel bloemetjes. Voor je het een beetje eng. Ja! Je schrok! Dat eteltje ook wel lekker, hè? Kijk eens, ze krijgen honger. Dat is een lekker bloemetje. Oh. Hey. Hallo, ezel. Hallo. Zo. Ze zeggen al even hallo in de vlog, hoor je dat? Zullen we nog een bloemetje geven? Ja, reden happen. Dan pakt hij het bloemetje. We zijn nu thuis, maar Lucilla die heeft de hik. En Luan had net ook de hik. En dan opeens heeft Lucilla ook de hik. En wat we altijd doen is een slokje water. Kijk, hier heb ik een slokje water. En alleen in je mond. Niet doorslikken, hè? Niet doorslikken. En dan hou ik Lucilla op de kop. Hop. En nou doorslikken. Slik je weer. Doorslikken. Is het water weg? Ja. En als het goed is, is nu de hik ook weg. Ja. Is hij weg? Doe eens slikken. Hij is weg! Ja! Het werkt altijd bij mij net zo. Ja. Ja, dat is een goede tip als je hik kwijt wil. Op de kop een slokje water drinken. Luxie probeert op Lucilla's rug te gaan. Ga maar zitten. Paardje. Ja, paardje kan wel. Lux. Volgens mij wil Luxie dat jij bij haar gaat zitten. Jij moet bij haar op de rug gaan zitten. Oké. Niet echt zitten, schatje. Hey, dat is grappig, Luxie. Want die zullen op jou zitten. Oh. Mama, mama. Ik ga het ophalen. Oh, wat goed voor jou, Luxie. Wat een sterker baby ben jij. Oh nee, ze is geen baby meer. Sterk ben jij, hoor. Nee. Ja, je mag gewoon zo denken. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, we gaan een helft regenboog maken van een vorm van een hart. Maar ik heb nu een hart. Ja, maar nu, kijk, een hart. Gaan we erop tekenen? Ja. Oké. Okay. Zullen we doen? Nou, weet je wat we gaan maken? Wat gaan jullie maken? Ik zou eerst even hebben waar je voor nodig. Deze pen, ik weet niet hoe je die noemt. Die noem je... Marker, denk ik, of zo. Een markerpen. Een markerpen. Ja. Een stiften. Een stiften. En papierklippen. Mama. Dat is paperclippen. En Dixie. Elastiekjes. Elastiekjes. En een hartje. Ja. En een straat. Ja. Okay. En waar je als eerst mee gaat beginnen. Maar wat gaan jullie maken dan? We gaan een liefdesketting maken. Ja. Een liefdesketting. En dan moet je eerst beginnen net dit te maken. Zigzag. Ja. In het hartje. Ja. Oh. Maar wij hebben het hoog gedaan. Ja. Dan gaan we eerst het hartje zo uit de rand knippen. Ja. Met wie ga je dan het liefdeskettingje krijgen?
Met Lucilla. Ja, jij. Je bent mijn lieve zus. En als Luxi, als je ook 5 bent, krijg je ook een lieve skin. Oh, mijn lieve broer. En Lucilla heeft een regenboog gemaakt. Wauw. Heel mooi. En ik heb het even netjes uitgeknipt. Ja. En dan hebben we de schaar niet meer nodig. Nee. Oh, je hebt wel nodig. Wat dan? Dan moet ik hem zo knippen. Ja, oh ja. Ik heb hem nog wel nodig. Dus hou die bij je nog. Ja. Oké. Dan... Ik moet ook nog daar een gaatje in maken. Ja, dus. Ook nog. Tada! Wauw. Dit is hem. Mooi. Zullen we ook nog hartjes? Ja, hartjes. Ik ga paarse hartjes maken. Ik wil ook een hartje maken. Wil jij eens de hartje voor me inkleuren? Ja, paars. En de andere wordt oranje. Tada! Dit is hem geworden. Heel erg mooi. Ja. Dan gaan we nu zo uitknippen. Mm-hmm. Dan ga je dit zo knippen. Precies op de lijntjes. Gebroken, dicht. Gebroken, dicht. Mooi. En we doen nu de elastiekjes aan. En Lucilla die is klaar, nog maar nog alleen ik. Kijk eens, wauw. Wat creatief bedacht, jongen. Dank je, mama. Heb je dat echt zelf bedacht? Ja. Ja? Ik had leuk. Zelf. Dank je. Even zo hier een paperclipje. Oh, maar ja. Ze zijn allebei klaar. Passen ze in elkaar? Ja. Ja. Ah, oh, wat lief. Nee, joh. Ja. Luxie ook. Luxie wil ook een kusje. Luxie, wil je ook een kusje? Kom. Ik zoek een kusje. Als jij 5 bent, krijg je er ook een. Wat een gekus. Schatjes. Jullie zijn schatjes. Ja, nou. En deze maar een mooie bewaren. Heel erg mooi, jongen. Dus willen we deze nou ook maken? Stiften. Die pen, hoe heet je ook weer? Markerpen. Markerpen. Dan ook nog elastiekjes, mm-hmm. Een hartje en even nadenken en een paperclip. Ja. Dus wil je dat nou ook maken? Appeltje ijsje. Ja, het is een appel en een ijsje. Weet je wat ik van mezelf heb geleerd? Luan heeft geoefend met touwtjes springen. Wauw, jongen. En nog een keer, kijk, je moet meteen. Het ziet er een stuk beter uit dan een paar dagen geleden. Ja. Goed zo. Goed hoor. Super, super lang. Zo, stop je nog een keer of niet? Nee. Al bijna een minuut. Wow, dat was echt lang. De kinderen zijn even lekker op de bank geploft. En mama gaat even kijken wat we gaan eten vanavond. Even kijken. Iets met paprika. En iets met de worteltjes. Want die moeten op. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. En dan beneden. En doei. Tot morgen. Jannie. Je hart, bom bom bree, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom bree, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom bom bom, bom bom bree, dans mee.